Oh, dus dit heeft opa gemaakt? Ja, dit beeld heeft opa gemaakt in 2002. Wauw. Amsterdam speelde een grote rol in het slavernijverleden. In deze stad woonden de grote bazen van bijvoorbeeld de VOC en de WIC. En mensen vanuit hier trokken naar onder andere Suriname om daar plantages te runnen. Hallo. Hi. Leuk jullie te ontmoeten. Ja, ook leuk om jou te ontmoeten. Op die plantages lieten ze de tot slaafgemaakte uit verschillende Afrikaanse landen werken. Heel wat huizen langs de grachten zijn betaald met geld dat toen werd verdiend. Ik ben Noemi. Ik ben geboren in Suriname en Suriname neemt een hele grote plek in mijn leven. Zo heb ik het afgelopen jaar een project gedaan, Makandra, met kinderen in Amsterdam en in Suriname over het slavernijverleden. Daarvoor deed ik onderzoek naar plekken in de stad die daaraan herinneren, zoals dit slavernijmonument. Zijn er eigenlijk ook nog andere plekken in de stad die doen denken aan het slavernijverleden? Ja, nog ontzettend veel. Er zijn nog heel veel beelden op panden en gebouwen te zien die doen denken aan het slavernijverleden. Wat zien we hier eigenlijk? Dat ga ik je zo laten zien. Wacht, ik moet even zoeken hoor. Even kijken naar boven. We moeten in ieder geval naar boven kijken. En ik zoek een goudzoekster. Kijk, we zijn er. Als je hier naar boven kijkt, dan zie je een vrouw, een Surinaamse vrouw, die is gouderts aan het zeven uit de rivier. Dit deden veel mensen na de afschaffing van de slavernij om geld te verdienen. Over goud en rijkdom gesproken. Je wist vast wel dat er veel geld werd verdiend aan de slavenhandel. Ik heb even opgezocht wie daar allemaal aan meededen. En zo vond ik op internet de namen van Jochem Matthijs en zijn zoon Koenraad Smit, die in de 18e eeuw een van de grootste slavenhandelaren waren van Amsterdam. Ze verscheepte ongeveer 11.000 tot 13.000 tot slaafgemaakten. En voor admiraal Cornelis Tromp is ook bekend dat hij hier aan meedeed. En daar kan ik je nu wat van laten zien. We lopen hier op de Oudezijds Voorburgwal. En we zijn hier bij een huis waar admiraal Tromp staat afgebeeld. Kijk maar. Ja, ik zie het. In de 17e eeuw verdiende Tromp zoveel geld aan het verschepen van tot slaafgemaakte. Dat zou nu 20 miljoen euro waard zijn. Is dat eigenlijk een tot slaafgemaakte die ik daar zie? Ja, dat is een jonge Afrikaan die admiraal Tromp op een van zijn vele zeereizen heeft meegenomen naar Nederland. Is dit eigenlijk de enige plek in Amsterdam waar tot slaafgemaakte zijn afgebeeld? Er zijn er nog meer. Naast die we net hebben bekeken, waar we nu zitten, heb je op de Prinsenstraat en de Herenstraat heb je de Gapers die je in dit boekje kan zien. En je hebt op de Herengracht, vlakbij de burgemeesterswoning, heb je ook twee moren. Twee morenhoofden. Zie je hier? Zie je ze afgebeeld?